me het jongen niet kopiëren. Oh, kijk eens, de kop staat daar al voor de dame uit Nederland, Joyce Buck. But it's the lady from Japan, Miru Nakare. She's on the first position. She's out of Japan, looking for the first spot and looking to qualify for one quarterfinal. Joyce Buck op de tweede plek en dit was de plaats waar ze meestal de dame voorbij kwam. Joyce Buck op plaats nummer 2 en we're looking at Great Britain at spot number 3. France is the place number 3, Mathilde Bernard. She was the number 3 of the World Challenge last year. And she's looking for the number 1 plate this year in Ahoy, Rotterdam, in the girls' category of 40 years. Look at the style of this lady. She's like a real world champion in this race. She's trying to win this challenge race. We're looking at two ladies from France, Belgium, the Netherlands, Spain and Great Britain. It's France on the first position with Thijs Fischer and Morgan Martinez. And it's also Belgium looking good with Celine Koppens. Celine Koppens op weg naar de kwartfinale. Hier op een tweede plaats in haar derde marge. We zijn weer aangekomen met Maureen Struik en let op hoor, want dit is een baan voor de dame uit Ammerzonde. En ze kan hier wel eens heel ver gaan komen in die damescategorie van 14 jaar. Onthoud ernaast de Nederlandse dame Maureen Struik. Het ziet er goed uit voor Ilana Poppervliet. En ze is also looking good for Lyra out of France.